Hoi, ik ben Rita Brouwers en ik handel in steentjes en ik vind het heel leuk om op de markt te staan omdat ik daar heel veel mensen kan helpen die ziek zijn, maar ook mensen die het leuk vinden om stenen te verzamelen. Het is voor mij ook echt een kunst om iedere keer de echte verwoede zamelaars te prikkelen elke week om weer een nieuwe steen te laten zien. En het allermooiste vind ik om toch maar de zieke mensen en de mensen die het hard nodig hebben een goede steen aan te bevelen. En over de labradoriet gesproken heb ik een knuffelsteen of een hangetje wat ik net al vertelde. De knuffelsteen kan je ook in je zak doen of onder je kussen leggen of waar dan ook. En het hangetje kan je omhangen. Nou, de labradoriet heb ik al verteld. Die helpt om je aura te beschermen. Het kan ook heel erg mooi blauw worden als een vis, zeg maar. Dan heb ik hier de piriet. Piriet is een hele fijne steen als je virussen bij je hebt of als je moe bent of als je koortsig bent, dan is hij geweldig goed. Dit is de ruwe vorm ervan. Het bestaat wel uit ijzer, dus doe hem niet in een sopje, want dan gaat hij roesten. Dan heb ik een peridoot. Peridoot is een hele mooie steen. Echt super. En die is ontzettend fijn als je leeggezogen wordt. Dus als een kapster of een schoonheidsspecialiste. Er zijn toch mensen die in aura zitten. Dus jouw aura en mijn aura zitten al in elkaar. Dus het leegzuigen is de peridoot heel fijn voor. Oeps. De tijgeroog is een voedingssteen uit Zuid-Afrika. En de tijgeroog die helpt als je astmatisch bent. Maar het is ook een hele fijne steen als je altijd maar negativiteit ontvangt van degene die over je heen loopt. Dus de kinderen die het eerste wat ze altijd als eerste krijgen, een steen, tijgeroog. Dat is degene die zorgt dat de negativiteit van de uitzender teruggezonden wordt naar degene die het doet. Rooskwarts is de steen van de vrouwelijke hartchakra. En het is een hele fijn steen, de liefste steen, zullen ook alle meisjes uitkiezen om van jezelf te leren houden. En je wordt er creatief van. Er zijn ook rituelen bij om je geliefde waar je verliefd op bent stilletjes naar je toe te lokken. Calcedoon is in deze tijd hard nodig. Calcedoon is een rustgevende steen. Zorgt ervoor dat je van binnenuit rustig wordt. Die is ook verwerkt zo. En dat is de ruwe vorm van calcedoon en zo is hij getrommeld. Dus er zijn veel mensen die hem ruw leuker vinden omdat er ook een soort wezentje in zit. Dat is de calcedoon, innerlijke rust. Fluoriet, geweldig steen. Kinderen die moeten leren of studeren of op moeten voor een examen, is fluoriet geweldig, want die zorgt er gewoon voor dat je je concentratie goed houdt en goede cijfers gaat halen, gegarandeerd. Dit is fluoriet als ruimtelijke steen, noemen ze regenboogfluoriet. Waarom is het een regenboogfluoriet? Omdat er alle kleuren in zitten die een mens nodig heeft in zijn leven. Is ook een plakkaat schijf van. Of een rare vorm. Je hebt fluoriet op één kleur, geel fluoriet, groen, blauw, paars. Maar regenboog is de meest bekende. Dan hebben we de stenen ook verwerkt in sieraden. Nou, dit zijn splitjes, splitkettingen. Zijn mensen razend op. Het is ook een hele fijne genezing, want het is heel vaak kiezen onyx en onyx. Van ja, ik wil dit niet, maar ik wil deze. Als je gaat vliegen in een vliegtuig en je hebt last van je oren, dan draag je deze onyx. Buiten, of je moet deze willen, maar heel veel mensen willen deze. Die dragen ze dan, die zit ook helemaal om je keel heen. Helpt tegen de ziekte van Meniere, geeft haargroei en tegen oorsuizen. Maar ik moet wel zeggen, de stenen zijn geen vervangers voor medicijnen, nogmaals. Het zijn kleine bijdragen van energieën waar wij gebruik van mogen maken. Activiteitenbegeleiding in Zorgcentrum De Grevelingen. We hebben een vraag neergelegd bij Monuta Charity Fund om een camera aan te schaffen voor de bewoners op de kamers. Dat die op het podium het beeld helemaal kunnen zien. Voorheen hadden we er een gewone camera hangen waardoor één persoon in beeld kwam. Nu is het zo dat het hele podium wordt bereikt en mensen op de kamers dus een uitzending beneden in de zaal kunnen volgen. Bijvoorbeeld een kerkdienst of een optreden. Dus mensen zijn dan toch betrokken bij de activiteit die in de zaal is. Joop van der Schaaf en ik zitten samen op een symfonieorkest. En we rijden samen naar de repetities. En zo kwam het contact en
vertelde hij over zijn werk en ik over mijn werk. En dat we wel wat voor elkaar konden betekenen. En nou ja, eigenlijk kon Monuta voor ons natuurlijk heel veel betekenen. Dan hebben wij een cheque ontvangen van €1740 om die camera te kunnen bekostigen. Wij zijn daar heel erg blij mee en voornamelijk de bewoners, de mensen die slechter been zijn, die soms niet meer in de gelegenheid zijn om beneden in de zaal te zijn, die kunnen via de televisie de activiteiten gewoon volgen. Ik ben Joop van der Schaaf van Monuta Uitvaartverzorging. Monuta is een grote landelijke organisatie, zowel op het gebied van verzekeringen als uitvaartverzorging. En Monuta heeft enige jaren geleden het Monuta Charity Fund in het leven geroepen. En dat steunt goede doelen. En zodoende zijn we ook hier gekomen. Het contact met Sandrine Fakkel is ontstaan omdat we gezamenlijk in een orkest zitten. En onze ritjes naar het orkest tijdens de repetities zijn we met elkaar in gesprek gekomen. Over Monuta en wat we doen en wat ons werk is. En van daaruit hebben we het plan ontwikkeld om een gift te doen voor het Monuta Charity Fund. Voor een camera en een microfoon hier. En vandaar dat we dus nu hier zijn. En zo te zien op de tv werkt de camera prima. En we hebben dus een cheque mogen overhandigen van €1740. Waar dus dan de camera voor bekostigd is. En daarvoor zitten we hier. En ik ben samen met mijn collega Bob Vermeulen en die vertegenwoordigt hier Monuta in de omgeving Bokstel, Den Bosch, etc. Yoga is een systeem van houdingen en een hele filosofie eromheen. Waarbij je leert om wat rustiger te worden, wat meer innerlijke vrede te ervaren. En dus door het lichaam wat flexibeler te maken, wordt je geest ook wat flexibeler. Er zijn heel veel verschillende soorten yoga. Je hebt Hatha yoga, Kundalini yoga, Ashtanga yoga, Dru yoga. Uiteindelijk gaan al die vormen van yoga over hetzelfde, alleen ze hebben net een andere insteek en een andere benadering. Het woord yoga betekent heel letterlijk verenigen. Dus het is eigenlijk weer het een worden, het bij elkaar brengen van lichaam, geest en ziel. Het is goed sowieso voor het lichaam, omdat je beweegt. Het kan allerlei klachten verhelpen, spanningsklachten, slapeloosheid. Dus eigenlijk wordt je lichaam en je geest er veel gezonder door.
Omdat ik behoefte had aan wat meer te kunnen ontspannen. Om wat meer rust te vinden en om wat meer in mijn lichaam te komen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik yoga ben gaan doen. Ja, ik hoop mijn hele leven. Ja, yoga kun je doen tot je 80ste bij wijze van spreken. Dus ik hoop dat dat nog zo heel lang doorgaat. Ja. Yoga is heel lang geleden ontstaan in India. En dan spreken we over een paar duizend jaar geleden. En hoe het precies ontstaan is, er zijn allerlei verhalen over. Het is gebracht, zeggen sommigen, door Krishna, dat is een Indiaanse god, of door Patanjali. En in ieder geval zijn er allerlei dingen over opgeschreven en is het zo mond op mond van leraar op leerling doorgegeven. Ja, in principe kan iedereen yoga doen. En afhankelijk van bepaalde klachten kun je een aangepaste vorm van yoga kiezen die het beste bij jou past. Het kan ook voor kinderen, dus je ziet tegenwoordig steeds vaker dat er ook kinderyoga gegeven wordt. En ja, ook voor kinderen is het een hele goede manier om wat fijner in je vel te komen zitten en wat meer rust en aandacht te vinden. Omdat je er een fijner leven van kunt krijgen. Dus je wordt bewuster, je hebt minder stress en je wordt over het algemeen blijer van jezelf.